ga lekker chocolate chip cookies maken. Het is zondagmiddag, de kinderen worden zo wakker. Even zin in wat lekkers. Wat doe je er allemaal in? Ik ben enorm zoete kou, dus ik hou heel erg van koek en cake en taart. Maar ik probeer het altijd wel zo gezond mogelijk te doen. Dus geen tarwe, geen suiker, maar bijvoorbeeld amandelmeel in dit geval. Ja. Heel hoog percentage cacao, 92%. Er zit een heel klein beetje kokosbloesemsuiker in. En dat zit eigenlijk. Kokosbloesem, amandelmeel. Ja, amandelmeel is gewoon eigenlijk gemalen geblancheerde amandeltjes. Ja. Dus nou, noten zitten natuurlijk vol met goede vetten. En het is geen tarwe, dat vind ik altijd een plus. Kokosolie. Olie? Dat is kokosolie, inderdaad. En dit is kokossuiker. Kokosbloesemsuiker, ja. Vertel, wat is wat? Nou, kokosolie is gewoon het kokoscream van het vlees van de kokosnoot. Ja. Dat gebruik ik heel veel. Dat is zo'n lekker product. Dat staat ook boven mijn badkamer. Werkelijk waar, voor je huid heerlijk. Kokosolie bestaat uit hele goede vetzuren. In tegenstelling tot transvetten of vetten waar van wordt gezegd van pas op, die moet je niet te veel eten. Kokosbloesemsuiker. Wij kennen suiker, waarschijnlijk die grote witte pakken, nou, geraffineerde suiker. Ja, ja, precies. Ja. Nou, die hebben als je dat neemt, dan gaat je lijf echt weer hup die bloedsuikerspiegelpiek aan. Waardoor je dan weer in een dipje gaat en denkt, dan nog meer zoet eten. He, want dat stuurt een seintje naar je hersenen van, hallo, we zitten te laag. Je moet nu iets zoets eten. Dat is het vervelend dat je denkt, ik kan niet op dieet, ik heb helemaal geen ruggengraat, dat is niks voor mij. Dat heeft er dus geen fluit mee te maken. Dat is verslaving dan, hè? Ja. Toch? Of? Ja, het is. Ja, want het is aan de ene kant de verslaving die ook hier zit, maar aan de andere kant reageert je lichaam ook op een manier waardoor je heel duidelijk kunt beargumenteren, zie, daarom krijg ik dus weer zin in zoet. Neem even bijvoorbeeld een ahornsiroop die ik veel gebruik. Daar wordt letterlijk van de esdoornboom, dat is de ahorn, wordt een emmertje, er wordt een inkeping gemaakt in de stam en daar wordt een emmertje onder gehangen. En dan druipt het sap eruit. En dat is je ahorn. Laten we wat gaan maken. Kan ik je helpen met iets? Nou ja. Ik, even kijken hoor, we gaan eigenlijk gewoon wat mengen. Ik had al wat dingen klaargezet. Ik gebruik dus nu de ahornsiroop waar ik zo dol op ben. Daarmee verzoet je het een beetje. We doen het kokosolie wat ik van tevoren gesmolten had, gaan we er ook doorheen doen. Voor de goede vetten. Hoe meer vetten iets bevat, hoe leuker je lijf het vindt. Iedereen denkt, als ik te vet eet, word ik vet. Ja. Daar is die light hype ontstaan. Maar je hebt goede vetten nodig om oud vet af te breken. En dat weten heel veel mensen niet. Dus als jij enorm light gaat eten, word je steeds dikker. Kost het veel tijd om zo te koken? Nou, het kost even tijd, net als met leren fietsen. Je moet even die omschakeling maken van ik ga niet naar de frietboer en ik haal daar mijn patatje, maar ik snij even mijn zoete aardappel en gooi hem in de oven. Dus je moet even die omschakeling maken. Als die omschakeling er eenmaal is en die knop in je hoofd is om, nee, dan kost het niet meer tijd. Nee, echt niet. Ik heb wel eens iets gehoord dat als in ieder pakje aardbeienvla waarop staat aardbei, dat er, als er echt aardbeien in zouden zitten, dat heel Europa één groot aardbeienveld zou moeten zijn. Dus ik vraag me wel eens af van, is het mogelijk dat we met z'n allen zo gezond en dus vooral voornamelijk biologisch gaan eten? Ja, waarom niet? Het enige verschil tussen biologisch en niet biologisch is dat we er niet enorm veel gif op gooien. En natuurlijk heb je dus met biologische oogst wat meer wat je moet weggooien, want daar hebben de wormpjes aan gezeten. Dat is waar. Maar als je ziet hoeveel er wordt weggegooid. Denk je dat mensen die omslag gaan maken? Want die keuzes zijn natuurlijk al heel diep ingesleten van, ja, dat geef ik uit aan mijn eten, de rest geef ik uit aan leuke dingen en aan wonen en noem maar op. Ja, denk je dat die omslag gaat komen? Totdat je ziek wordt. En dat zie je bij dat voor mensen, net als bij mij, de start is. Van, hé, wacht eens even. Want dan ga je naar de dokter en die zegt, nou, dan heb ik hier wat medicijnen voor je. Ja, dan gaat het wel weer beter. Ja, maar dan kom je er nooit vanaf. Dan ben je aan het symptoom bestrijden. Ja, maar dat is wat je veel ziet gebeuren nu ook, hè? Ja, en dan voel je achteraf, na verloop van tijd, nog veel slechter. Want die medicijnen die doen ook weer allerlei dingen met je. Dus je voelt je nooit meer lekker. En er worden heel veel mensen wakker nu die zeggen, luister, ik wil liever niet aan symptoombestrijding doen. Ik wil eigenlijk af van mijn echte probleem, liever dankjewel. Daarvoor ben ik naar jou toe gegaan. Dat besef is bij heel veel mensen komt nu van oké, dat pilletje doet meer kwaad dan dat het goed doet. Ik wil echt van mijn probleem af.
Ga jij er ook eentje proeven? Ja, lekker. Tenminste, dat hoop ik dan maar, hè. Nogmaals, het is 92% chocolade, hè? Dus dat is wat heftiger. Hardcore, ja, dat is hardcore. Lekker. Nou, dit was hem. Dank u wel voor het kijken. En mocht u interesse hebben in meer van het materiaal of meer van mijn kunnen, neem dan contact met me op.